Ja, want het is een man, hè? Ja, het is een man, dat kunnen wij wel. Ik begin en u doet zin om zin met mij mee. Zin om zin? Ik vind het goed. Onze gast... Onze gast vanavond is acteur. Hij speelde rollen te kurt en te keur. Met pruiken, baarden en zo meer zette hij al heel wat piepers neer. Piepers? Types. 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 Maar ook een karakterrol doet hij graag. En wat is het verschil? Dat is een goede vraag. Ik heb een vraag, ja. Hij zingt ook nog eens als de beste. Maar dat doet hij vanavond niet in deze benauwde verte. Hij kan dansen, tappen, bewegen op muziek. Zuster, deze man is zo veelzijdig en uniek. Daar komt nog bij een kop als een beeldhouwwerk. En naar de sportschool geweest, dus gespierd en sterk. Dames en heren, dit wordt een prachtige vertoning. Kom maar naar voren. Koen van Vrijbergen, de koning! Ja, ga lekker zitten, beste man. Oh, meteen al de microfoon omhoog. Rustig, zuster, rustig. Stel die man op zijn gemak. Zo, en ga lekker zitten. Zit u goed op uw gemak een beetje? Ja, ik zit goed, ja. Iets drinken. Een beetje water is wel beetje lekker. Water. Ja. Misschien iets alcoholisch, dat ontspant een beetje. Nee, dat is goed. Water is goed. Water. Ja. U bent toch niet nerveuzig? Nee. Goeie reis gehad? Goed, ik woon hier, hè, dus het is een beetje... Ja, het is 5 minuten fietsen eigenlijk. Hè. Waar woont je dan? In het grachtengordeltje? Ja, zo'n beetje. In de Jordaan, zal ik maar zeggen. Oh, toch bij de gewone man. Bij de gewone mens, ja. Goed, het ijs is nu wel gebroken, hè? Jawel. Oh, ja, we hebben dus ik was bang dat het nooit zou breken. Voor mensen die het niet verstaan hebben, omdat mijn zuster een beetje... Man, die heeft soms een beetje, nou, die praat niet zo heel gearticuleerd. Dus Koen van Vrijbergen, de koning. Dat zei ik. Ja, nee, dat is goed. Nou, ja. Wat wij als eerste wilden vragen... Ja? Ja, het ligt misschien voor de hand, maar u hebt dus in Flodder gespeeld. En, nog. Nog. En u komt zelf uit een heel goed milieu. Ja. Heel goed milieu. Was dat niet vreselijk schokkend? Ja. Een soort cultuurschok dat u opeens tussen die asocialen daar stond. En dat u... Nou, het punt is, ik ben groot geworden in Amsterdam. Ik ben geboren op de Leidse Kade. Dus het accent wat ik spreek als Johnny Flodder, dat is mijn jeugd. Oh, dat kon u al. Ja. Dat hoorde ik u kom wel uit een heel goed milieu, maar ik ben natuurlijk toch op straat opgegroeid, zal ik maar zeggen. En dat accent, dat is mijn tweede natuur. Dus ik kan met een schakelaar eigenlijk Johnny Flodder aanzetten, als knopje. Het ware. Knopje. Inwendig. En het zijn natuurlijk asociale op papier. Hè? Het is natuurlijk gespeeld allemaal. Hè? Dus in die zin is de shock niet zo vreselijk groot. Wacht even. Ik kan het net zo asociaal maken als ik zelf wil, eigenlijk. Nee, want wij zaten te denken, die maatschappelijk werken, die is dan nog wel een beetje... Ja, dat is een beetje uw niveau. Ja. Ja. Maar daar zo'n moeder met zo'n sigaar en zo... Ja, zo ordinair. Nou, ze is erg aardig, hoor. Is ze wel aardig? Ja. Ze is de hoeksteen, hè, zal ik maar zeggen, van de familie. Ja, ze brengt het altijd weer bij elkaar, hè? Ja, en als zij zegt, gaat niet door, gaat het niet door. Hè? Nee, dat is waar. Ze weet precies staan, wat ze wil. Ja. Zegt ze wel eens dat niet doorgaat? Ja, dat zegt ze regelmatig. Ja. Dat is heel vervelend. Ja, dan kunt u weer afnokken naar huis. Ja. Met ja, of naar het café, of waar dat ik dan naartoe ga. Oh, dat is dan wel ga. Weer prettig. Ja, precies. Van maar mijn zuster begrijpt, en ik snap nu een beetje de misverstand, u begrijpt niet dat het gespeeld is. Ik snap heel goed dat Koen van Vrijbergen... Gaat niet door, bedoelt mevrouw Flodder niet dat de serie niet doorgaat. Kijk... Leg het maar even uit. Ja, zou dat zin hebben? Ja, het goed, ik zin. Probeer het. De familie Flodder is verzonnen. Ja? 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 Het is een soort van formule. Er is iemand gaan zitten en die dacht, weet je wat leuk een is? Een soort als leeuwtje voor de televisie. Ja, precies. Als we nou een familie met maken associaties met, werken. Met een moeder, die is hoofd van de familie. En dan een zoon en nog een zoon een en dan een dochter vrouw. En nog een 2 kids en een hond. En die gaan bij wijze van project door een sociaal werker worden die geplaatst in een hele chique wijk om eens te kijken of dat zou kunnen integreren. Maar dat gebeurde echt. En daar kwam u midden tussenin. Wacht even. Ja, maar ik speel het dus, hè? Ja. Het zal ongetwijfeld echt gebeuren, maar ik doe dus alsof. Ik ben ja, dus tuurlijk, een van ben die... acteur. Ik ben acteur. Ja, je hebt er acteur voor. Alsjeblieft. Dat is logisch. Ja,
Ik twijfelde even, maar dat is het. Toch? Ik ben echt, ja, u bent, tenminste, we hebben het in de aankondiging staan. Ja. Onze gast vanavond. Nee, dat is juist, dat is juist. Dat klopt. En u zet dan voor die rol een pruik op? Ja. En een gek jasje aan? Ja, want zoveel haar heb ik niet meer. Hè. Nou, dat is toch wel een beetje. Dus die bakkenbaarden die zitten er dan om die pruik zo naadloos zo over te laten. Het gaat met een schuifspeltje. Ja, een schuifspeltje met mastiek, met, je kent het wel, met lijm en een heel gedoe. Dus ik zit een uur in de griem iedere ochtend. Dat zeggen de echte acteurs altijd. Oh, ik moet er 6 uur voor in de griem. Ja, nou een uur hoor. Uur in de griem vind ik ook heel wat maar dan, hoor. Nee, maar dan tekenen ze ook nog een tatoeage op mijn linkerarm. Is wat die staat erop? Die is niet echt, nee. Moeder? Moeder. Ja. Ach, ja. Ik voel me een beetje ongemakkelijk. Maar dat geeft niks. Oh, ja. Nog iets drinken? Doe maar een beetje water erbij. Beetje water erbij, ja. Je moet veel drinken. Maar dus, u krijgt een tatoeage. Ja. U zit een uur in de griem. Een leren jakje wordt er omgehangen. Ja. Zijn er verder nog dingen die u daarvoor moet doen of laten? Nou, gewoon scènes spelen. Scènes spelen. Dan komt de opnameleider, die komt naar me toe met een... zogenaamde call sheet, zoals dat heet. Dat is een papier. En daar staan gewoon 13 scènes op. En die zegt, we beginnen met scène 17 van de aflevering die en die. Dwars door elkaar alles, heb ik wel eens gehoord. Dwars door elkaar. Je begint met het eind, je eindigt met het begin. Kunt u dat? Nou, ja, het zal wel moeten. Het is de enige manier waarop het kan. Waarom moet dat nou? Leg dat nou eens uit. Dat snapt toch niemand? Nou, kijk, als scène 1 zich nou afspeelt in het café... en scène 2 speelt zich af in de villa van mijn familie... en scène 3 speelt zich af op, in de auto ergens op weg. Dat blijft rennen. Dat kun je allemaal achter elkaar opnemen. Maar dan moet je steeds dus verhuizen. Maar als er nou 4 scènes in die aflevering in het café spelen... dan is het natuurlijk slim om de hele zaak in het café op te dan nemen. Dan zijn er meer scènes in het café en dan zeggen ze... ach, oh, het is ook wel gemakkelijk achter elkaar doen, zetten, de televisie. Dat, ja, dat is dan ook om het geld een beetje te beperken. Hè, anders wordt het zo duur natuurlijk ook. Ja. Maar hoeveel dagen zit u nou op zo'n aflevering? 4 is de bedoeling. Dus we moeten 6 minuten per dag draaien. Zo weinig? Ja, dat zeg je dan. Dat vind je weinig, hè? Ja, dat klinkt toch niks. 6 minuten, dat is knipperen met je ogen en het is voorbij. Ja, wij zitten nu al zeker 6 minuten te praten. Ja, denk je, absoluut. Ja, absoluut. Kun je aan de klok zien, jazeker. Ja, ja, we doen dat met 1 camera. Dus stel dat de familie in de kamer zit en iedereen heeft zijn zegje. Ja. Dan moet die camera, dat is maar 1 camera. Je kunt niet op iedereen tegelijk een camera zetten. Ik zal niet dat uitleggen. Duur, is dat. Dat is dan weer te duur. Nee, dan zie je de andere camera. Dan zie je de andere camera. En nee. Je kan het niet mooi belichten. Kun je het voorstellen? Ja, precies. Ja, dat kun je voorstellen. Nee, dat is heel vast dus dat je het uitlegt. Dat moet 150 keer over voordat die scène eindelijk is opgenomen. Spontaan. Ja. Maar die scène duurt maar 2 minuten. Maar het duurt 6 uur om hem... op te nemen dat van al die dus hoek. Een voorbeeld van een moeilijke scène als er veel mensen om de tafel zitten. Ja, dan moet je veel instellingen maken. Zoals waarom wilt u dan acteur zijn? Nou, omdat ik het heel leuk vind. Het is heel leuk om te spelen. Oh, maar dat is dat zie je ook wel. Het straalt er wel vanaf. Nou, dat vind ik vindt leuk. Ja, u hebt er lol in. Dat zie je toch, zuster. Dat zei u toch laatst. Jullie kijken wel naar voren. Ja, op de video. Terugspoelen. We hebben alleen altijd de films, de serie. We hebben niet zo'n satelliet en alles. Oh, dat is jammer. Met de films ja, natuurlijk. We wel. Ja, dat is een satelliet moet je dan hebben. Ja. Een satelliet? Een schoteltje moet je dan hebben. Hè? Ja, ja. Ja, precies. Satellietschotel. Ik krijg een berichtje dat Nora wat gevonden heeft. Nora, hebt u wat ongemakkelijke mensen? Ja. Ja. Mogen we even tussendoor komen? Kunnen jullie mij goed ontvangen? Want ik hoor een hoop geruis hier op mijn. Nee, hier klinkt het zuiver luid. Hard en duidelijk. Hartstikke goed. Ja. Er gebeurt een hoop in de tram, hè? Nou zeg, ja. Ja. Hebben we nog even tijd of niet meer? Nou, zometeen nog. Zometeen zoek er nog even een paar. Oh, en dan goed. Gaan wij nog even hier door. Anders komt Koen helemaal niet tot de tram. Nee. Nee, en daar zou hij ongemakkelijk van worden, toch? Ja, want daar is hij toch helemaal speciaal voor van het grachtengordeltje. Maar u woont in de Jordaan, hè? Oké. Okay. Ja. Tot zometeen. Ja, tot zo. Tot zo. Ja. Zeg, wat wordt u nou? Hebt u dat ook, dat u wel eens ongemakkelijk wordt? Nou, niet zo vaak. Nee? Nee. Nee. Zit in de tram of gaat u nooit met de tram? Ik heb besloten om dat gewoon niet meer te worden. Dat makkelijk. Klinkt natuurlijk heel makkelijk. Makkelijk, ja. Maar ja, je wordt... Ja, ik moet natuurlijk nu een voorbeeld geven, hè? Nou, ik... Ja. Ja, nee, maar dat heb ik niet bij de hand. Want nee. Ik heb besloten om gewoon te denken van... Als u bijvoorbeeld bij het afrekenen in de supermarkt uw Air Miles pasje tevoorschijn haalt en blijkt achter u een goede kennis te staan?
Ja, ik spaar geen airmiles. Dus dat heeft u weer vermeden. In dat opzicht dus voor, hè, zal ik maar zeggen. Maar u zit, dus, blijkt, u zit dus wel lekker in uw vel. Dat u zich niet zo snel ongemakkelijk voelt. Is ik dat zit zo? Wel goed in mijn vel. Ja? Hoe hebt u dat gedaan? Nou, daar ben ik bijna 47 voor geworden. Want zo word je niet geboren, hè? Nee. Nee. Je kan als jong mens heel ongemakkelijk zijn. Ja, absoluut. Ik heb ook wel echt tijden gekend die ik heel, heel erg niet meer wil overdoen. Bijvoorbeeld mijn schooltijd of zo. Of vertel eens, wat was daar zo erg aan? Mijn middelbare schooltijd vond ik afschuwelijk. Echt. Ja, wat was dat voor school? Dat was de oer-HAVO. Was de oer-HAVO? Ja, in 64 was dat maar liefst. Zo lang dat is was, de HAVO dus dat al Dat er echt nog mastodonten voor de klas stonden. En ja, er was een school en die had 14 klassen met 35 eerstejaarsleerlingen. Ja, mammoet, oer. De mammoetwet ging in werking, ja. En iedereen die dus net niet goed genoeg was voor het lyceum of voor het gymnasium en net te goed was voor de MULO, die kwam dus in die enorme trocht terecht. En dat was gewoon een tuig. Maar u zat daar ook. Ja. Kan je je voorstellen? Van goeie kom af. Van je... Oh ja, van de goeie kom af. Ja, ja, dat moet een enorme shock geweest. Met die dubbele naam, ja, dat was een shock. Ja. Bent u daarvoor ook mee gepest? Met die dubbele naam? Ja. Ja, ook. Ja. Ook. Maar dat heeft me niet zo gedeerd. Ik vond het veel te leuk om die naam gewoon om die te handhaven. Ik dacht van, ik heette ook. Toen ik eindelijk ging acteren, dacht ik van, ik ga hem ook handhaven. Dat is leuk. Want dan heb je iedere keer krijg je dus als je iets gaat doen, dan komt er weer zo'n grafische ontwerper naar je toe en die vraagt, kan die tweede helft van die naam er niet af? Ja, is dat zo? Ja. En u bent dat trots te lastig. En daar ben ik trots op, dus die laat ik zitten dan. Dus dan heeft hij een probleem. Hij spelt ook moeilijk uw naam, hè? Ja, er zitten veel GH's in en ja, C's en zo. Voetangels en klemmen. Ja. Maar ja, u zeilt er nu een beetje overheen. Maar wat gebeurde er dan op die mammoethaven voor een ellendigs? Ja, gewoon, ik voelde me gewoon eenzaam daar. Ik had het gewoon helemaal niet naar mijn zin. Met zoveel van die kinderen. Ja. Vervelende kinderen. Dat kan daar helemaal alleen eenzaam met een dubbele naam daartussen. Ja, die school die grenst aan het Vondelpark. En ik herinner me nog erg dat ik dan aan de raamkant zat en in dat Vondelpark keek en dacht, was ik maar in dat Vondelpark. Een dromertje noemden ze dat toen, hè? Een dromertje. Oh, dromertje. Ja, ik bleef ook zitten en zo. Ach ja, u kon ook niks. Nou, dat wil ik niet zeggen. Er kwam er niks uit die vingertjes. Nee, er kwam niet zoveel uit mijn vingertjes, nee. Ik kon me niet zo goed concentreren. Nee, dat kwam door dat raam. Ze hadden het raam moeten blinderen. Misschien was dat... Dat deed ze bij ons in het dorp namelijk. Ja? Ja. Ja. Dat moet afschuwelijk geweest. Afschuwelijk, houd erover op. Het was afschuwelijk. Ja. Ja, dat was echt afschuwelijk. Ja. Trouwens, hebt u ook geblindeerde ramen in de auto? Dat u niet tegen herkenning denkt en dat soort dingen? Nou, gelukkig, het is nou door die bakkenbaar dat het herkenningspercentage iets hoger ligt, zeg maar. Maar normaliter kan ik mij vrij bewegen in mijn eigen stad. En in Nederland. Dat ik krijzende mensen achter me aan krijg, ja. Wat doe je er dan maar voor, denk je? Nou, dat is juist het leuke, dat je gewoon een rol kan spelen en ook nog gewoon naar de supermarkt kan gaan om normaal leven kan leiden. Radijsjes te kopen. Snapt u dat niet, zuster? Nee, maar ja, de tol van de roem, dat is toch het mooiste wat er is? Lijkt mij niet, is dat zo? Nee, dat is een misverstand. Mijn zuster lijkt dat heel interessant. Ja, dat kan ik me erg voorstellen dat je dat denkt, maar het is erg prettig dat je ik nog zou een... dan bij ons ook weer de ramen blinderen. Ja, nee, dat is ook niet nodig. Dus die wordt nooit herkend op straat? Ik word wel eens herkend op straat. En wat doen ze dan iets lolligs? Ja, dan doen ze iets lolligs, ja. Noemen ze wat? Nou, dan noemen ze me dus bijvoorbeeld Sjaki. En u bent Johnny. Precies. Nou ja. Dat is... Hey, Sjaki! Daar moeten ze mee ophouden. Daar moeten ze mee ophouden. En dat komt omdat ik dus in de serie dus steeds... Hey, Sjaki, zeg... En die klank verbinden ze aan mijn hoofd. Ja. En dan valt het muntje. Ach, ja, en dan zeggen ze, hey, Sjaki! Zeggen ze dan. Wat een geestig, oer, wat een oerbeesten zijn de mensen dan toch ook. Dat is heel irritant ook. Dat valt, speel je dan voor. Je moet er melon in hebben. Dan voor, ja, precies. Ja. Maar goed, we hebben het nu wel uitputtend gehad daarover. U doet ook hele andere dingen. Bijvoorbeeld aanstaande winter. Ja. Dan ga ik een kerstvoorstelling spelen. Dat is echt een kerstavond gaan we doen. We doen een soort music hall-achtig programma voor de pauze. Music hall is een soort ouderwetse Engelse
ja, hoe moet je dat noemen? Wij kennen dat niet zo, musical. Het is veel zang, laat ik dat zeggen. Veel meerstemmige zang. Meerstemmig? Close harmony. Close-achtig. Ben ik gek op. Ja. Ja. En ik doe dan de sketch Dinner for One voor de pauze. Dat is die sketch met die butler die 100.000 keer over die tijger struikelt. Maar dat is een gevaarlijke sketch. Een hele gevaarlijke sketch. Let op de kniebanden. Ja, absoluut, ja. En het is ook zo goed gedaan al dat ik ontzettend mijn schrap moet zetten. Omdat, is dat ook in Nederland wel eens gedaan? Ja, Joop Doderer, onze zwiebertje, heeft dat ooit gedaan. Mag je niet zeggen? Nee, mag je niet zeggen. Dan gaat hij gek worden. Oh ja. Is hij wel eens hier geweest? Nee, zou hij dat willen? Vast. Nou ja, dat is een ander verhaal. Nee, ik ken hem niet. Nee. Ach, anders kon je het meteen vragen. Ja, dat is makkelijk. Ja, zelf... En na de pauze doen we Scrooge. Ja. Scrooge. Het Dickens verhaal, het kerstverhaal Scrooge. Maar die Scrooge, ja. Dat is een heel Scrooge. Klein, iel, mager, verwezen, verwassen, rotkarakterig ventje. Ja. Kijk, wat ik nu naast me heb zit, ik wil verder niet slijm of zo, maar dat is toch heel wat anders. Ja, maar ik kan... Ja. Hij is acteur, zeg ik voor de derde keer. Ja, dat kun je dus spelen, hè? Maar je kan er toch geen plakjes afsnijden? Dat is waar! Moet hij met de kaaskast er langs? Dat is waar, maar kan natuurlijk niet. Maar je kan wel mager spelen, zal ik maar zeggen. Alsof je... Oh, kan dat? Jawel, dat kan wel. Denk je van, ik heb een dag of zes niks gegeten en dan... Nee, je kan de suggestie geven dat je een kromgetrokken, jaloerse... eenzame. Dat kun je spelen. Dat kun je allemaal spelen. Ja, dat kan allemaal dat spelen. Allemaal? Ja. Ja, tenminste, ik heb het al een keer gedaan en mensen vonden het leuk. Dus ik denk dat het kan. Ik denk dat ik het ook kan. Het is misschien wat veel gevraagd en ook erg vervelend voor de luisteraars thuis. Maar kunnen dat niet kunnen zien, we hè? Dat hier misschien even zien? Zien en doen? Klein stukje Scrooge doen? Nou, ja, dat kunnen we doen. Ja? Ja, luisteraars thuis, u moet ons op het woord geloven. Dat hij zich dus omkleedt en zijn pruik en zijn hele mimiek gaat... Maar wij gaan meedoen. Maestro Matte, speelt u even ondertussen een wijsje... dan kan hij zich inleven in het dunne, magere... En wij nemen dan de helftsoldaten. Ja, dan zijn jullie die twee dames die... jaarlijks terugkeren naar zijn kantoor... om te vragen of je nog een bijdrage wil leveren voor de... De armen. En wat zijn dat voor dames? Van types? Dat zijn, ja, dat is wat je zegt, een soort heilsoldaten. Het zijn hele potige tantes die gewoon met God in hun vaandel gewoon strijden tegen de armen. Ja, dat is mooi. Dat is mooi, dat speel ik graag. Nu even voor de luisteraars thuis. Koen dus van Vrijbergen. Ik leef me in, maar jullie ook. Hè, ga even rustig je gang. Ja? Krimpt nu. Ja, het is een halve meter die zakt. Ja, dat jasje begint opeens heel ruim te zitten. Oh, zit dat los? En ik doe ook even mijn pakje aan. Zo. Wacht, doe ik dat bekje voor? Ach, dat. Dan moet je omdraaien, zus. Die klep moet aan de voorkant. Zo. En dat bloemetje rechts. Ja. Oh, voel me heel anders, klopt dat? Ja, het ziet er heel anders uit. Is dat mijn zuster? Het is heel koud ook. Het is koud. Buiten. Ja. Sneeuw. Scrooge en Marley, als ik het wel heb. Heb ik het genoegen te spreken met meneer Scrooge of meneer Marley? Meneer Marley is dood. Uit de diepte van ellende roep ik tot u. Hij is al 7 jaar dood. Vandaag precies 7 jaar geleden is hij gestorven. Ja, wij twijfelden niet aan of zijn liefdadigheid vindt een uitstekend vertegenwoordiger in zijn achtergebleven compagnon. Ik heb geen tijd. In deze feestelijke tijd is het nog meer noodzakelijk dat wij iets doen voor onze arme medemens... die in deze dagen van kou en ontbering zoveel te verduren heeft. Te verduren heeft? Duizenden hebben niet eens het allernodigste, meneer. Het allernodigste. En dan gaan ze stelen en dan worden ze dieven. Dan worden ze dieven. Zijn er dan geen gevangenissen? Ja, die zijn er een heleboel. En arme huizen en werkinrichtingen, die zijn er toch ook nog? Zeker, meneer, die zijn er ook nog. Helaas, mag ik daar wel bij zeggen. En de tredmolen en het bedelarijverbod zijn nog in volle werking? Ja. Mooi. Ik was al bang door wat u eerst zei dat er iets gebeurd was wat hun nuttige werking had stilgezet. Het doet mij groot genoegen te horen dat dit niet het geval is. Maar vindt u niet dat we in deze dagen iets meer moeten doen voor onze noodlijdende medemens? Medemens?
dat zij ook een graantje meepikken van de vreugde van het kerstfeest? Laten wij hen deze meest bijzondere dag tot een hele blijde dag maken, meneer Scrooge. Ga uw gang, ik zal het u niet beletten. Bravo! Bravo. Fijn. En voor hoeveel mag ik u dan opschrijven? Voor niks. U wenst anoniem te blijven? Ik wens met rust gelaten te worden. De minuten dat ik naar u heb moeten luisteren vind ik al liefdadigheid genoeg. Zelf maak ik mij niet vrolijk met Kerstmis en ik zie dus absoluut niet waarom ik leeglopende lieden vrolijk zou moeten maken. Ik geef mijn bijdrage om de inrichting in stand te helpen houden die ik daarnet opnoemde en het kost mij al genoeg. En die het nodig hebben, die moeten daar maar naartoe gaan. Velen kunnen er niet naartoe en velen zouden nog liever sterven. Sterven. Als ze liever sterven, laat ze dat dan doen. En het bevolkingsoverschot verminderen. Ik bemoei me niet met andermans zaken. De mijne kosten me al genoeg hoofdrekens. Goedemiddag, dames. En nu verlaten wij gekwetst het kantoor. Hoe leidt dit kinderke hier in de En daar gaat u zich deze winter mee zoet houden. Althans de maand hij groeit december. Weer. Ja, hij groeit weer. Ik ben weer op gewicht. Ja, je bent weer helemaal, het zit weer vol. Wonderlijk. In december dus. December, tot en met 2 januari is de laatste voorstelling. Maar toch niet met Kerstmis spelen? Tweede kerstdag, ja. Alleen de eerste kerstdag niet. Ach, hoe moet neemt dat dan? Neemt u dan de zondagsrust niet in acht? Nee, dat vind ik Er zijn zoveel mensen die het ontzettend leuk vinden om juist met Kerstmis naar het theater te gaan. Ja, dat hebben wij leuk gemerkt. Willen leuk, zijn. Leuk. Maar, ja, leuk. Maar op zondag gooi je toch gewoon de dienst in achting te nemen. Nou, dat doen wij wel met de s'avonds, Kerstmis. S'avonds is het nog steeds leuk om even iets te gaan zien. En kent u die rol nog steeds van buiten of moet u dan weer opnieuw beginnen? Nou, ik heb hem een keer gespeeld, dus hij staat nog ergens achter op een harde schijf. Ik moet hem weer even inladen en dan... Dus het is niet zoveel werk als de vorige keer. Nee, het is niet zoveel werk als de vorige keer. Want ik zat te denken, het nieuw vak noemen ze dat. U doet dus vlodder, u doet scrooge, u doet zingen, weet ik wat allemaal. Dat noemen ze freelancer. Ja. Wat is dat nou precies? Dat is iemand die een eigen bedrijfje is. Een kleine zelfstandige, zeg je dan. Oh, dat is iemand dat... Die gewoon niet voor een baas werkt, maar die gewoon doet wat hij het leukste vindt. Maar dan... Dan moet daar maar net een markt voor zijn. Ja. Nou, tot en met nu heb ik de mazzel dat die markt mij gewillig is. Dus dat ik steeds in die markt een gaatje vind waarin ik me kan... Maar dat is een risicovol leven. Absoluut. Ik weet volgend jaar ook, behalve een... Ik ga een film doen in het voorjaar. Dan ga ik een maand iets draaien. Maar mag het al gezegd worden wat? Of is er nog geen contract getekend? Dat mag ik niet zeggen. Is nog geen contract? Dat zeggen ze altijd. Moet ik zeggen? Dat is ook zo. Er is nog geen contract. Oh, dat is niet zeggen. Het is alleen toegezegd dat die film doorgaat en dat ik waarschijnlijk die rol wel zal spelen. Het speelt zich af in Portugal en dat Spanje. Ik ga ook een maand draaien in Portugal. Oh, fijn. In het voorjaar. Dan is het nog koud en naar. Ja. Nou, ik bekijk het wel. Maar dat is dan ook het enige wat ik heb. Dus verder heb ik nog niks. Maar dat is toch een gruwelijk onzeker leven? Ja, maar het is ook wel hartstikke leuk om... Ik heb nu gewoon 6 maanden lang gebeuld aan vlodder. Ik doe dan die kerstvoorstelling er nog achteraan. En dan vind ik het in januari heerlijk om even het uit te zitten. Ja, ziet u de vrouw thuis ook eens, want dat precies. Is natuurlijk ook niks. Dat kan ook zo schraal worden. Ja, dan wil ik goede avond. Als je om 9:30 thuis komt en je moet eigenlijk toch om 22:45 naar bed, omdat je om 6:00 weer op moet voor de volgende draai. En net nog even het nieuws kijken. Dan heb je 2,5 uur van je etmaal heb je een soort sociaal bestaan. Dat is weinig. Dat dus is heel een half jaar weinig. Lang moet je dat. Dan moet je relatie goed in elkaar steken, wil je dat doorkomen. En steek die een beetje goed in elkaar? Ik hoop vooralsnog. Mag de groeten doen hoor. Mag altijd. Oké, de groeten, schat. Ja, en zo, hè? Maar ga maar even naar buiten, hè, zuster. Ja, even naar Nora. Toch altijd leuk, hè? Dat iemand is een goede relatie. Ja. Zo, we zijn weer terug bij Koen van Vrijbergen, de koning. Live vanuit Studio Amstel, Amstel 80 aan de Amstel, de Amsterdam. Dan geef je zo'n man wat bietje maan, nee, slaat hij het af. Nee, dan moet hij het zelf weten en dan blijft die man ongemakkelijk. Maar Koen, of wou je wat vragen? Nou, ik wou nog even op dat freelance leven doorgaan. Och, doe maar. Dat,
Bent u sowieso een gokker? Iemand die risico's neemt? Nee. Nee, het freelancen is ook niet zozeer een risico. Kijk, als het misloopt, dan kun je altijd nog de zeilen bijzetten en denken van, nou, als de, dan ga ik werk zoeken, weet ik veel. Dan ga wat ik, voor werk dan? Dan ga ik achter de bar staan of zo. Dat kunt u ook? Ja, dat kunnen we allemaal. Ja, maar u hebt toch een standing op te houden als veel geliefd acteur en dan opeens een beetje zo nederig. Nou, als ik geen werk meer heb, dan valt er niet zo gek veel standing meer op te houden natuurlijk. Dus dan ga ik gewoon iets anders doen. Dan neem ik een krantenwijk. Zo bent u wel, dat u zich daar niet voor schaamt? Nee. Oh, kijk, dat is, wat voor sterrenbeeld bent u? Schorpioen. Ja, die hebben dat. Ja. Die zijn maar ik open. Heb een ascendant is steenbok. Ja, dat is hardnekkig. Wat is dat, een ascendant? Dat is, ja, dat voert erg ver. Ik weet maar veel dat, van dat maar soort dat, dingen. Dat, eigenlijk bij nee, mij, dat, ik ben een schorpioen. Ik ben ook echt een schorpioen. Het zijn toch een ja, soort ligt van u toch niet om. Destructieve mensen. Bijtertjes. Nee, maar ik bedoel dat ik daar ook aan voldoe. Dat ik eigenlijk ook invul wat mijn sterrenbeeld zegt dat ik ben. Alleen ik ben steenbok als dan. En dat betekent dat is een soort tegenkant, zeg maar. En die houdt mij steeds uit de goot. Dus de steenbok is uw beschermheilige? Ja, dat is mijn beschermheilige. Zo heb ik het nooit gezien. Was mijn ascendant, Koen? Dat weet ik niet. Dan moet ik weten precies wanneer je geboren bent. Zij is Zeem. En hoe lang? Nee, dat kent hij denk ik niet. Dat is bij ons in als je op maandag bent geboren, ja, ben je Zeem. Maar dat is met dagen. Wat hij doet is met sterrenbeelden. Dat is een Zeem. Een sterrenweefsel. Ja. Dat is bij ons in de familie. Is die dat, hebben vaak plekjes onder de oksel. Zeemen. Goed. Ik zou te ver voeren om dat nu ook te laten zien. Maar het is echt. Te ver voeren, ja. Ja. Wat was u ook alweer, zuster? Ja, ik was vorig jaar, viel ik onder het teken van griep. Maar dat is niet meer. Nee, dat is niet. Ja, we zoeken het nog wel een keer uit. Dan hebben we het nog wat met ja, meneer Koenen. Ik moet het even navragen bij dokter Verbaars wat ik nu onderval. Ja, want wat ik net wou vragen, toen moest het nog even voor freelance gaan. Ja. U bent dus Koen van Vrijp, ja, dat weten we nou wel. Ja. Maar uw vader was ook acteur, dat weet niemand. Nee, dat weet niemand meer. Nee. Ach, moeten we nu wat lammetje doen? Ja, de maestro speelt. Maar dat stel die man in een vraag over zijn verleden. Ja, maar het lammetje roept. Mijn vader was acteur, om ja, het heel snel af te doen. Ja, doe maar rustig hoor. Maar acteur zijn is heel erg relatief, is heel erg omslijt vast, het is vluchtig. Ja. Met name als je alleen maar toneelspeler was. Nu als je op tv bent geweest, bestaat er beeldmateriaal. Dat blijft ook bestaan. Dat blijft ja, wel bestaan. Maar mijn vader heeft niet in twee films gespeeld. En die bestaan nog, maar dat zijn hele ouderwetse, achterhaalde, merkwaardige, stoffige filmpjes. Maar mijn vader was wel een grote acteur in zijn tijd. Een grote man. Nou, fijn, dan weten we dat toch ook. Het is net afgelopen. Gelopen, dus komt er nu weer een aflevering van het lammetje, Kato. En ja, misschien dat hij zich nu wil transponeren in een gans? Een gans. Want u speelt de gans. Goed. Ik ben een geboren toneelspeler. Sliste de gans. Goh! Bracht het lammetje Kato haar bewondering voor deze buitengewone karaktereigenschap onder woorden. Daar sta je van te kijken, hè? Nou! Weet je hoe dat komt? Geen flauw idee. Dat is omdat ik heel geloofwaardig overkom in wat ik zeg en wat ik doe. Jongen, dat is wat, vond het lam. Ze keek om zich heen op zoek naar iets dat dringend haar aandacht nodig had. Ze vond alleen een dorre graspriet die ze uiterst geconcentreerd begon weg te werken. Maar de gans had nog meer op zijn lever. Ze denken bijvoorbeeld heel vaak dat ik een rietgans ben, maar dat ben ik niet. Oh, echt niet? Riep het lam overdreven uit. Ik had toch kunnen zweren? Nee, nee! Gilde de gans. Wel nee, zeg. Ik ben een grauwe gans. Het is werkelijk niet te geloven. Ja, toch is het zo, hoor. Ik ben van mezelf helemaal niet zo bijzonder. Maar ik ben eigenlijk best verlegen. Ik ben tenslotte maar gewoon een gouden gans. Het is gewoon dat ik me heel erg kan inleven in bijvoorbeeld een rietgans. Dat ze dan denken dat ik dat dan ben. Oh, is dat het?
Ze denken bijvoorbeeld ook wel eens dat ik... Dat ik een vrouwtjesgans ben. Op de een of andere manier kon het lam zich dat misverstand wel voorstellen. Maar je bent helemaal geen... Nee, natuurlijk niet! Keerde de gans. Dan doe ik gewoon alsof. Kijk, dan loop ik bijvoorbeeld heel anders met bijvoorbeeld een heel andere motoriek. Kijk. De vogel draaide zijn poten iets naar buiten en waggelde overdreven wiebelend een eindje op en neer. Waarbij hij zijn kop heel koket naar opzij hield. Zie je? Sprak hij met een hele rare hoge stem. Kun je je voorstellen dat dit voor sommige mannetjes heel verwarrend is? Het lammetje durfde zich geen al te concrete voorstelling te maken. Ze werd er een beetje zenuwachtig van. Loop nou maar eens gewoon. Oké. Zei de gans. Let op, dan maak ik een vloeiende overgang. Het duurde even voordat het lammetje Kato enig verschil zag. Maar inderdaad, de kop kwam iets rechter op de nek te staan. En het wiebelen werd iets minder. Het is gewoon een aangeboren talent. Zei de gans. Zal ik nu eens een zwaan doen of een eend? Als het maar geen vrouwtje is. Sprak het lammetje Kato bezorgd. Nou, gosje, dat was een goeie gans. Ik zag hem voor me, zo'n koket ding. Weet je, wat ze vroeger een mietje noemden. Maar het was zo'n overtuigende rietgans. Ja, toch een grauwe was. Een mietgans. Dat is te lollig. Goed. Mijn zuster is even gaan bukken. Ik heb het cadeau tevoorschijn gehaald. In de vorm van een beertje met ons aangezicht erop. Het is een cadeau dus, maar het is een cadeau. Ja, dat is de cadeautune die speelt hij had. Maar het is, als u ons lang onderweg bent of vroeg in de trein naar Almere, zit dat uw vrouwtje thuis toch een beetje, dat het een soort pas pro toto is. We zetten hem op de bank. Je mag hem ook thuis bij haar laten. Dat ga ik doen. En dan nog natuurlijk een fles cadeau. Oh, maar dat is wel een hele goede fles, hoor. En kijk, van een kistje erom. Met een kistje erom. Een kistje kan je nog van alles in bewaren. Greepschapjes, schroeven. Makkelijk. Ja. Nou, ontzettend bedankt. Heel hartelijk bedankt, meneer Koen van Vrijbergen de Koning. Bedankt.